de buurtvrouw. Dat is deze mooie plek waar je nu bent. Het is een voormalig schoolgebouwtje uit 1937. En wij hebben dat met buren opgeknapt tot een fantastische plek. In waar je lekker. Ja, hebben we ook nog. We staan nu in Schiedam. En we hebben hier heerlijke cappuccino's, lunches, leuke activiteiten voor. Prakkies voor de buren. Dus dat doen we hier. We hebben een winkel geopend waar mensen zo kunnen aanschuiven. Er zijn hele mooie activiteiten. En eigenlijk doen wij heel veel voor de buurt. Maar dat doen we met allerlei mensen. Dus we hebben bijvoorbeeld een atelier en we hebben een beweeglokaal. Er zijn allemaal activiteiten. Creatief. Breien, haken. En dat heet de Club Haken. Die moet ik doen. En voor wie is dit allemaal bedoeld? Voor iedereen. Iedereen is welkom bij Buurtvrouw. En dat vinden we juist ook mooi om die uitstraling te hebben. Dat elke buur welkom is. Dik, dun, Down-syndroom, geen Down-syndroom. Alle kleuren. Iedereen is welkom. Oud, jong of iets ertussenin. En René werkt hier in de bediening. Ja, dan doet hij hartstikke goed. En hij doet ook bijvoorbeeld zwerfafval pakken en koken en helpen met boodschappen. Ja, ze runnen wel, ja. Ja. En wordt het allemaal gerund door vrijwilligers, of? Wat ik net zei, hè, we zijn team buurtvrouw. Dus we bestaan uit buren. We bestaan uit buren met heel veel talent en een beperking. Er zijn assistenten van buurtvrouw. Er zijn een aantal coaches en er zijn ruim 50 vrijwilligers. Ja. We doen heel veel activiteiten ook in de buurt. Dus zappen, dat is zwerfafval pakken. René is afvalambassadeur. Ja, maar we zijn ook geluksambassadeur van Schiedam. We doen boodschappen bewust in de buurt. We doen heel veel. We hebben samenwerking met de Erker en met Frankenland en met de GGZ. Dus we zijn ook echt met onze buren flink aan de slag om de wijk West nog leuker te maken. En even denken, wat doen we nog meer buiten de buurt? We doen een hoop cateringklussen. Bijvoorbeeld onlangs voor het museum hebben we een mooie klus gedaan. Maar ook wel eens voor het theater aan de Schie. Dus ja. En waardoor bent u dit allemaal zo gestart? Wij misten toen de tijd een plek in de buurt waar we lekker cappuccino konden drinken. En buren op een laagdrempelige manier elkaar konden ontmoeten. Er was heel veel leegstand. Dit stond ook al 5 jaar leeg. Hè? En er was steeds meer leegstand in de buurt qua winkels en woningen. En wij misten een beetje binding in de buurt. Dus we merkten dat mensen meer afstand van elkaar kregen. Je groet elkaar niet meer zo makkelijk. Er was veel zwerfafval. En we merkten ook dat in de zorg dat er heel veel instellingen zijn die met grote groepen werken. En wij wilden heel graag dat er in de buurt ook een mogelijkheid was om kleinschalig dagbesteding en training. En toen hebben we dat eigenlijk gecombineerd met een goede cappuccino die door René met veel talent wordt gezet. Yes. En waar buren terecht kunnen voor een prakkie. Okay. Ja. Ik ben Angelina Verwij en ik ben 34 jaar. En wat doet u hier? En ik ben juist een bezoeker van het buurtvrouw. En hoe bevalt het hier? Echt hartstikke leuk. En wat maakt dat nou zo leuk? Omdat ik het ook heel erg leuk vind. Maar wat voor activiteiten maakt dat dan leuk? Zoals kleuren, tekenen bijvoorbeeld. En koffie drinken. Lekker met gebakken bij. Heerlijk. En zijn er dan ook bepaalde dingen die je bijvoorbeeld doet? Bijvoorbeeld leren koken of zo? Of... Heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar dat vind ik eigenlijk ook niet erg. Want dan kan René weer wel. Toch, René? Yes. En woont u dan ook in de buurt? Ja, in Vlaardingen. En ik ben ook nog eens begeleid. Ik ben Haley. En kom je vaker bij de buurtvrouw? Niet super vaak, maar wel soms. En bevalt het dan als je hier bent? Ja, best wel. En wat voor dingen doe je dan allemaal hier? Meestal eet ik hier gewoon en dan speel ik dan met mijn zusje. En woont jij en je zusje in de buurt? Niet echt, we wonen in Rotterdam. En waarom kom je dan helemaal van Rotterdam helemaal hier zo heen? Omdat hier een feest is en omdat mijn moeder hier heeft gewerkt.
Je kan pannenkoeken en wraps en je kan gewoon een broodje zoetigheid nemen. Ik teken wel veel en in workshops doe ik niet echt. En word je altijd wel gezellig ontvangen hier zo door mensen? En, ja. En heb je dan nog op- en aanmerkingen van wat er beter zou kunnen bij de buurtvrouw? Nee. Heb je zelf nog dingen die je zou willen vertellen aan de mensen thuis? Dat het hier super leuk is en dat ze zeker eens een keer langs moeten komen. Nou, jij bent nu hier bij de buurtvrouw, buurtvrouw Schiedam. Dat is Van Beverenstraat nummer 40. Ja, dit is Van Beverenstraat nummer 40 in Schiedam. En dat zit eigenlijk in een zijstraatje van de Aleidastraat. Hè, vandaar dat we ook zo fijn kunnen samenwerken met de Erker links en rechts Frankeland. En in Vlaardingen hebben we dan ook de buurtvrouw. Zitten we in het oude Hollandiaangebouw aan het Trimpad. En we zijn maandag tot en met vrijdag open voor allerlei boekingen, training en dagbesteding. En de creatieve beroepplaats. De creatieve beroepplaats is open van dinsdag tot en met vrijdag. Nou ja, vandaag zijn we extra open. Zo zijn er heel veel feestjes en gelegenheden dat we extra open zijn. Ja.